Meiden doen helemaal tonic speciaal. Ik doe gewoon zeep. Welke zeep er in de douche staat, was ik mijn gezicht mee klaar mee. Dan ga ik gewoon douchen en dan is het klaar. Hoi, dag. Ik ben Aiden en dit is mijn Vice interview. Ik denk het verkeer. Ben je zo'n... Ja, ik ben echt... Die, als hij niet doorrijdt gelijk... Die vervuilende... Echt alles wat ik... Ja, dat komt er dan uit. Ik weet nog dat iemand voor het eerst bij mij in de auto zat. Die keek echt zo van... Komt dit uit dit meisje? Ik heb ook echt een keer, toen was ik dus voor het eerst in Amerika, ging ik ook rijden en toen flipte ik helemaal op een gast voor mij. Toeteren en helemaal uitschelden. Toen stapte hij uit de auto en hij greep hier zo. Toen dacht ik, oh my god, we zijn natuurlijk in Amerika, dacht ik. Hier kan dit niet. Toen ging ik gewoon zo doen alsof ik zeg maar niet daar was in die auto. Gewoon even, oh ja, nee, daar moest ik zijn. Maar het stond in de weg, die verzond. En mijn bed, het strand. Echt, ik ben echt, als ik op het strand ben, ben ik echt gelukkig. Gewoon bedenken van, jij bent zo klein en die oceaan is zo groot. En ik ben ook een beetje obsessief met de oceaan. Ik kijk echt gewoon elke Natural Geographic en Earth aflevering op Netflix, die kijk ik. Die heb ik al 4 keer gezien of zo. Ik ga altijd googlen van, hoeveel procent weten wij al van de oceaan? Oh, 3%. Dat soort dingen, ja. En waarom je bed? Ja, dat is... Houden we slapen? Is dat een vraag? Het is gewoon lekker, zo lekker warm. Ik kan niet uitleggen. Ik kan echt de hele dag in bed liggen. Ja, echt heel erg. Was jij dan ook zo'n die dan na school eerst eventjes ging nappen? Ja. Ja, maar ik had ook heel veel snoep. Hoe had ik zoveel snoep dat ik altijd sugar crash kreeg? Rond 4 uur. En dan ging ik gewoon van 4 uur tot 7 viel ik gewoon in slaap. En dan werd ik helemaal wakker met een jetlag. Kom ik aan tafel echt van... En dan keek mijn moeder weer naar me van, oh my god, ze heeft weer snoep gegeten. Ja, gisteren. Nee, grapje. Nee. Afgelopen keer in januari. Toen was ik met een vriendin in Mexico en toen hadden we heel veel cocktails door een kop lege maag. En toen switchte ik van cocktail ook nog. En zij bleef bij dezelfde. En toen zei ze nog van, oeh, die tweede van jou is wel zoet, weet je wel. Ging helemaal slecht. Ik heb denk ik de hele nacht boven de zee gehangen. Dat was echt verschrikkelijk. Tot het punt dat ik gewoon mama wilde bellen, zeg maar. Midden in de nacht van mam. Toen zei ik tegen haar, we gaan niet meer drinken, man. Hoe oud was je toen je voor het eerst ging drinken? Poeh, nu gaan mensen me echt judgen als ik dit ga zeggen. Maar 13, denk ik. Jill's. Die appelbiertjes. En dat was het eerste housefeestje van een vriendin van mij. Ik was zo zenuwachtig voor dat feestje dat ik niet eens kon eten. Toen had ik 3 Jill's op. Toen was ik helemaal van de kaart. Ik had toen heel erg dat ik het allemaal eng vond. Dus heb ik heel lang ook gewacht met dat zuipen en zo. En het kwam bij mij pas echt op mijn 21ste dat ik echt ook gewoon af en toe dronken was en zo. Dat was wel echt mijn piek. Nu heb ik zoiets, als ik na 2 uur nog steeds buiten ben, dan denk ik echt, ik moet naar huis, man. Ik word te oud voor dit, ik moet slapen. Terwijl mensen nog doortrekken tot 6 uur 's ochtends. Nee, dat kan ik echt niet meer. Ik gebruik... Vooral heel veel lekker ruikende handcremes, vind ik heel belangrijk. Lipgloss heb ik altijd bij me 3 of 4 in mijn tas. Ik kan het al even laten zien. Neem ons eens mee met jouw beauty routine. Nou, ik sta op. Ik doe dan van die koude dingen onder mijn ogen. Om een beetje wakker te worden, want ik heb altijd een beetje puffy eyes in de ochtend. Het is de beauty routine, hè? Dus ik skip even die tanden poetsen en dan, dat zeg ik even erbij. Ja. Ja, dat doe ik wel. Koud water. Soms doe ik hem ook even wat langer zo erin, dat je gezicht echt wakker wordt. Meestal doen andere meiden nog allerlei andere stappen, maar ik doe eigenlijk alleen de serum. Die laat ik intrekken, dan doe ik dagcreme. Heel klein beetje concealer onder mijn ogen. Een beetje rouge hier en dan blush, blosje en mascara. En s'avonds nog wat voor het slapen gaan? Dan ga ik gewoon douchen en dan is het klaar. Sanne Veerbeek, apenstaartjehobby.com. Mijn vader die zei gewoon, deze ga je misschien wel 20 jaar moeten gebruiken, dus we doen eventjes... In mijn MSN-naam had ik wel, zeg maar, Sanne had ik met dollarteken. A had ik met apenstaartje, die N had ik met die N-teken en die E met die euroteken. Die tweede naam die eronder heb, weet je wel. Dan had ik allemaal vrienden en dan hou van je, wil je nooit meer kwijt, niet te breken. Ging naar huis, snel MSN. Offline, online, offline, online, offline, online. Even hopen dat je crush dan zou kunnen met praten, zeg maar. Ja. Ik ben online. Ja, was een goede tijd.
Ik denk gelijk aan een leraar van economie. Die heeft me echt trauma's gegeven. Ik was zo slecht daarin dat hij me gewoon liet nablijven. En dan moest ik na 4 uur nog in zijn kantoortje met hem. En hij gaf me ook vaak de beurt. En dan zei ik echt 5 in plaats van 275 of zo. Heel. En dan zette hij me gewoon helemaal verschut. Kan je zo'n antwoord hebben? Je weet toch dat het... En lees het nog eens opnieuw. Dan moest ik 3 keer dat ding gaan lezen. En alsnog wist ik het antwoord niet. Ja, nee, dat heeft me echt gescard voor lijf. Wat zou je nu tegen hem willen zeggen? Ja, niks. Ja, qua gezondheid wel. Qua looks vind ik dat ik eigenlijk alleen maar... Hoe ouder je wordt, hoe beter je eruit komt te zien. Vind ik oprecht. Als mannen zeg maar half grijs worden, vind ik ook wel eens best wel sexy. Dat tekent je ook wel. Ik vind dat wel iets hebben. Maar lichamelijk, dat ik nu al last van mijn rug heb en zo. En dat je dan af en toe een MRI-scan moet doen. Dat vind ik wel eng. Ja, dat geeft me wel echt creeps. Vind je dat het te snel gaat? Ja, veel te snel. Ik vind niet dat ik nu denk van ik wil weer jong zijn. Maar als het nu kon stilstaan, zou ik het wel nice vinden. Ik ben echt nog een kind en merk echt dat die volwassen wereld is niet voor mij gemaakt. Maar zijn we uiteindelijk allemaal grote baby's of zo. Grote kinderen in de volwassen wereld. Maar je weet nog toen vroeger mensen dat altijd zeiden van... Ik ben 38, maar ik voel me nog 17. Dan denk ik echt van... Ja, wat lul jij.